leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we weer een auto pimpen. En we gaan eventjes kijken welke auto ik ga pimpen. Dus we gaan naar de store. Even kijken. Travel dingen, dus even kijken hoor. Legendary Motorsports, ja. Dan wil ik eens kijken welke auto ik zou willen pimpen. Ik zit eraan te denken aan de Truffade. Die ziet er wel cool uit. Ja, die doen we gewoon. Even kijken welke kleur ik hem zou doen. Gewoon in het blauw. Even kijken hoor, dan gaan wij naar Facility. Nee, Office Garage 1. Zo, die is gekocht. Nou, nou moeten wij weer wachten. Daar heb ik 3 miljoen nog maar wel over, maar oké. Nou moeten wij wachten tot die is binnengekomen. En dan zie ik jullie als hij er weer is. Dus tot zo dan, jongens. Ja, jongens, hij is binnengekomen. Nou, gelukkig ben ik dicht bij mijn office. Dus kunnen wij er nu heen en dan zien we de auto. Alleen deze motor moet er niet in komen. Ik weet nog niet waar ik hem doe, dus die staat hier. Dan stoppen we maar en dan gaan wij naar de garage. Ja, naar garage 1. Zo, we gaan kijken hoe die helemaal eruit ziet. We moeten even volgens mij naar boven gaan. En we moeten hem kunnen zien. Ja hoor, daar staat hij. Ik weet niet hoe het heet. Maar we gaan hem pimpen. Ik weet dat ik niet alles van kan pimpen, jammer genoeg. Maar ja. Ik ga vandaag al proberen heel wat levels omhoog te komen. Dus dat gaat hopelijk goed worden. We moeten wel naar een pimp shop toe. Yo, daar zijn we in de pimpshop. We gaan hem eventjes goed pimpen. Dus maken weer een bumper. En dan doe ik hem gewoon deze klaar. Real bumper. Wat is het verschil tussen die drie dan? Helemaal niks aan, nou oké. Ik hoop dat je hem genoeg kan pimpen, hoop ik. Even kijken. Je kan hem ook helemaal gek maken, kijk hier zo. Nou, dan doen wij niet goud, gewoon deze. Dan gaan wij naar de grill. Deze kan ik weer niet doen, jammer genoeg, maar oké. Okay. Dan doen wij die van Groen dan. That's a beauty right there. Dan na de hoed gaan we even kijken wat. Oh, hier heb je zo'n logotje daar. Wij zijn allemaal gewoon hetzelfde. Oh, wacht, dit is secondary fans. Doen we secondary. Livery, welke livery zou er wel cool bij zijn? Misschien kan ik hier wat mee, ik weet niet zeker, maar misschien zou ik hier wat mee kunnen. Dus we wachten even met die. Roll cage. Ja, dit doen we erin. Side panel. Ja. Die doen we gewoon blauw. En deze kunnen we doen dan. Doen we die. En dan hebben wij hier trim. Nou, wacht even. Deze laat ik even zo. Oké, dan gaan we eventjes naar de respray.
Primary color, metallic. Even kijken hoe ik dit ga doen. Ja, dit ziet er wel wat uit. Dit heeft wel iets, dit rode. Dus dan neem ik die rode maar. En dan doen we dit. Even kijken. Die gaan we laten zo. Dan gaan we eventjes naar secondary color. Ook metallic. Even kijken welke kleur erbij zou passen. Dit zou kunnen. Ja, dit zou wel kunnen dit. We doen deze. Zou gewoon easy kunnen. Misschien even kijken wat we kunnen met livery. Of wat koers erbij is. Ja, kijk, dit zou echt wel kunnen dit. Met de rook zo. Kijk, dit. Ja, ik weet niet. Het heeft wel iets. Maar ja, deze zou wel wat kunnen zijn, omdat dit de kleuren van dit en dit met de dingetjes hier zo ziet wel hebben. Ja, ik neem gewoon deze. Dan gaan we naar de wielen. Even kijken waar de wielen staan. Wieltjes hier, dan gaan we naar wieltype high-end. Oké, dan gaan we even kijken welke erbij zou passen. Deze kan ik niet nemen. Maar goed, zie je de normale wieltjes hou ik dan zo. Maar ik hou gewoon de normale wieltjes. Dan gaan we even naar licht. Even kijken. Lights. Hier zo een neon kit, neon layout, 30.000 neon color. Dan gaan we even kijken welke kleur erbij zou kunnen passen. Nee, dit is, ja, dit zou kunnen. Dan zou ik beter voor deze gaan. Met deze doen we dan. Even kijken. Ja, ik heb van mij alles heb ik volgens mij. Exact. Ja, heb ik. Ja, alles heb ik al. Dus dan doen we dit zo, gaan we exit en dan ja. Ik ga een beetje meer rijden, dan gaan we kijken hoe dat is. Hij ziet er wel erg dik uit. Ja, die ziet er wel goed uit. Ja, dit ziet er wel goed uit, oké jongens. Jongens, dit was de video voor deze video. Leuk, doe dan een blauw duimpje omhoog en abonneer. Dus dat was het. Dan zie ik jullie laatst weer bij een nieuwe video. Later.